Goedemorgen. Nieke, mag ik zeggen, hè? Ja. Nikki, oké. Jij bent lid van het bestuur van? Ik ben bestuurslid van Kunstroute Nissewaard. En hoe lang doe je die functie al? Ik denk een jaar of 5, 6 inmiddels. Maar de stichting bestaat al 11 jaar. En vandaag is de 11e keer dat de kunstroute plaatsvindt. En hoe is het eigenlijk ontstaan? Is men zomaar uit zichzelf begonnen? Ja, het is een particulier initiatief. Er waren twee echtparen die met kunst bezig waren en dat heel graag wilden laten zien. En ook Spijkenisse positief op de kaart wilden zetten. En het is vanuit de huiskamer begonnen en het is steeds groter geworden. En inmiddels zijn er meer dan 50 deelnemers. Jaarlijks weer andere deelnemers. En die worden ook door een ballotagecommissie geselecteerd. En dan begint voor ons het werk van het maken van de brochure en het regelen van een locatie voor een aantal mensen. Want niet iedereen wil vanuit huis exposeren. En het is een paar jaar geleden natuurlijk Nissewaard geworden. Aanvankelijk was het kunstroute Spijkenisse. Maar nu sinds 3 jaar Nissewaard. En dat betekent dat er nu ook locaties zijn in Geervliet, Oudehoorn. Dit jaar ook in Simonshaven, Zuidland. Dus Hoe is deze kunstroute eigenlijk tot stand gekomen? Kun je daar ons iets over vertellen? Ja, we hebben een website. De secretaresse van het bestuur en haar man hebben een mooie website opgezet. Je kunt je daarop aanmelden als je zou willen deelnemen. Dan is er in het najaar altijd de mogelijkheid om foto's te sturen en al je gegevens. De sluitingsdatum is meestal 15 november. En daarna gaan we alle verzamelde foto's en informatie doorspelen naar een ballotagecommissie, een onafhankelijke ballotagecommissie. En zij bepalen wie er aan de kunstroute van het nieuwe jaar mag deelnemen. Wat voor grondregels worden door de ballotagecommissie gehanteerd om deel te mogen nemen aan deze kunstroute? Wij hebben zelf de ballotagecommissie opdracht gegeven om te letten op een aantal zaken. Het moet aansprekend zijn, origineel. Er moet een ontwikkeling te zien zijn. Hebben jullie wel eens deelnemers geweigerd? De ballotagecommissie moet jaarlijks toch wel besluiten om een aantal deelnemers niet aan te nemen, zeg maar. Ja. Oké, Nikki, hartstikke bedankt voor je informatie. En wij gaan binnen eens kijken wat hier allemaal te zien is. En dan gaan we verder de route op om bij de andere kunstenaars ook nog eens te kijken wat die allemaal kunnen presteren. Hartelijk dank. Goedemorgen, Corrie. Goedemorgen. Hoe ben je eigenlijk zo tot dit vak gekomen, als ik dat vragen mag? Het is een uit de hand gelopen hobby. En ik heb in 2002 een workshop Tiffany gevolgd. En toen was ik verkocht. Het is een soort virus waar je dan mee besmet raakt. En dat is met filmen ook. Als jij eenmaal besmet bent, kom je er niet meer vanaf. Maar waar ben je oorspronkelijk begonnen? Thuis, in mijn logeerkamer, wat we toen omgebouwd hebben tot een atelier. En daar
Daar groeide ik op een gegeven ogenblik uit. En in eind 2014, kregen we de mogelijkheid om dit lokaal te huren. En toen kon ik uitbreiden. Maar ook niet alleen qua ruimte, maar ook qua ideeën en een grotere oven. Dus groter gaan werken. Nou, ik heb hier zo eens rondgekeken en er staan allerlei dingen waarvan ik zeg, jongen, nou, dat had ik nog niet gezien. Maar ik hoorde jou daarnet zeggen dat er weer nieuwe technieken zijn, zoals dat ook met filmen het geval is. Maar welke zijn die nieuwe technieken? Bijvoorbeeld het krakelee bakken van glas. En dat doe je met poeders op keramische deken. En dat moet je dan nat maken. Op een hele speciale manier. En dan glas eroverheen. En dat gaat dan in de oven. En door het bewegen van de keramische deken met het vocht krijg je het krakelee effect. Nou, dat klinkt erg interessant. Ik zal er maar niet aan beginnen. Ik hou me eigen maar liever bij schoenmaker bij je leest. En er zijn hier ook nog andere dingen die ik gezien heb, want ik dacht, dat is erg interessant. Het bewerken van glas en lood, doe je dat ook? Dat doe ik ook. En ook de hele oude techniek, het brandschilderen, dat beheers ik ook. En daar geef ik ook workshops in. Dat is alleen heel erg arbeidsintensief. Daar kunnen de mensen iedere keer maar 1,5 uur komen, ongeveer 2 uur. En dan moet het weer de oven in. En dan kunnen ze de volgende dag terugkomen om de volgende kleur op te zetten. Dus dat. Toen jij van school kwam, hè? Dat is een hele tijd geleden, neem ik aan. Nou, niet zo gek lang geleden, maar. Had je toen een voorstelling dat je dit ooit zou gaan doen? Nee, maar ik kom wel uit een hele creatieve familie. Mijn moeder die maakte altijd onze kleding zelf. Mijn vader had het meer in de muzikale kant. Die was operazanger. Mijn opa was schrijnwerker, houtbewerker. Dus het zit heel erg in de genen. En mijn moeder is later ook gaan schilderen. Hele creatieve familie. In ieder geval hartstikke bedankt, Corrie, dat je ons te woord hebt willen staan. En ik zou zeggen, nog veel succes vandaag en dat je nog een hoop bezoekers mag krijgen. Zo, met wie heb ik het genoegen? Ik ben Paulien Wouda van de winkel World of Wouda, waar jullie nu zijn. En ik ben interieurstyliste, maar ik heb besloten om mooie dingen te verzamelen en die in de winkel te verkopen. Dus allemaal handgemaakte producten. Wanneer bent u hier eigenlijk mee begonnen? Eind 2014 ben ik voor het eerst open gegaan. En ik ben elke zaterdag ben ik open, tenminste bijna elke zaterdag. En ik verkoop veel via mijn webwinkel. En wat voor soort kunst verkoopt u? Ja, ik verkoop kunst, design, sieraden en interieuraccessoires. En meestal koop ik het rechtstreeks van de kunstenaar of de ontwerper zelf. Omdat je daar op de een of andere manier die mensen tegen bent gekomen op een beurs. Of dat je iets hebt gezien in een blad of op social media, dat je denkt, nou, dat is mooi, het zou echt mooi in de winkel passen. En wat ik verder nog wel belangrijk erbij vind, is dat ik die mensen ook over het algemeen aardig moet vinden. Omdat ik het altijd moeilijk vind om iets te verkopen van mensen waar het niet meteen mee klikt. Nou is dat natuurlijk niet het allerbelangrijkste, maar vaak is dat ook wel zo, blijkt eigenlijk. Dus u selecteert de kunstenaars in principe waarbij u dus koopt? Ja, die selecteer ik zelf inderdaad. Dus gewoon eigenlijk op wat ze maken. Dus mensen die ik volg op Facebook of op Instagram.
En beurzen of evenementen waar ik naartoe ga, zoals kunstroutes in andere gemeentes of bijvoorbeeld meesterlijk in Amsterdam. Dat is één keer per jaar. Er zijn ook heel veel mooie producten die allemaal handgemaakt zijn, die daar door de kunstenaars of de ontwerpers tentoongesteld zijn. Kunst. Heeft u zich altijd voor de kunst geïnteresseerd? Nou, ik ben er niet zo echt mee opgegroeid, maar heb ik voor mijn gevoel wel altijd van mooie dingen gehouden. En dat hoefde niet grote dingen te zijn, maar kleine dingetjes, een mooi armbandje of ja, een mooie vaas of zo. En uiteindelijk is dat door mijn opleiding bij Artemis voor interieurstyling, is dat eigenlijk nog wel vergroot, zeg maar. En van daaruit moesten we ook vaak naar musea, wat ik op een gegeven moment natuurlijk al zelf al wel deed. Maar het is eigenlijk wel, mijn smaak is er wel door veranderd en ook wel wat ik, ja, dus de dingen die ik mooi vind en ja, daarmee de winkel, dingen die ik in mijn winkel graag zou willen. Nou, in ieder geval wil u hartstikke bedanken voor uw toelichting en we zullen dus nog wat opnames maken wat u hier allemaal heeft. Ja, het is heel wisselend, dus keramiek en producten van hout, zelfs dozen die gemaakt zijn, sieraden die van zilver, maar ook ja, van andere materialen, van porselein zelfs. Heel veel prints, plantjes, zoals daar met zo'n netje en dan een plantje dat leeft van de lucht. Nou ja, er is eigenlijk van alles, van glas, van allerlei materialen, dus genoeg te zien. Heeft u al veel bezoek gehad? Vandaag nog niet, maar ja, andere jaren kwamen de meeste mensen ook 's middags, dus wij zitten er helemaal klaar voor. Oké, nou veel succes, dank u wel. Dank u wel.